Wij hebben de Interactive X-Wall ontwikkeld om bewegend leren leuker en makkelijker te maken. De X-Wall is waardevol voor mij, zodat ik meer variatie in mijn lessen kan krijgen en dat ik ook uit mijn lokaal kan, maar nog steeds bezig ben met het leerdoel. Oké, jongens en meisjes, we hebben net in de klas geoefend met klokkijken. Dat gaan we nu hier even oefenen aan de hand van een spel. Dus zorg dat je... Je leert er best wel veel van. Je kunt Engels leren. Je kunt leren rekenen, lezen, memory doen. Ik leer van de X-Wall topografie, spelling, Duits, beter Nederlands. Alfabetische voorgorde leren, van alles eigenlijk wel. De X-Wall sluit perfect aan bij de leerlijnen die wij gebruiken op school. We hebben Nederlandse softwareontwikkelaars, dus onze software is ook echt in het Nederlands gebaseerd op de Nederlandse onderwijsleerlijn. Ik gebruik de X-Wall vooral bij spelling, bij spellingsoefeningen met otje ou, atje ou of dat soort onderdelen. We hebben net de categorie met de ou-woorden gehad. In plaats van dat we een dicté doen, gaan we even een spelletje doen op deze muur om te testen of jullie alle woorden goed kennen. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Ja, het mooie van de X-Wall is dat je de moeilijkheidsgraden in kunt stellen van laag voor de laagste groepen en dat hoog tot groep 7 en groep 8, waardoor de X-Wall geschikt is voor eigenlijk iedereen. Het grootste voordeel dat je op een hele simpele manier bewegend leren in je onderwijs kan toepassen. Ik vind het allerleukste van de X-Wall dat je lekker kunt bewegen en dat er heel veel soorten spellen zijn. Het effect is als ze wegzakken dat ze gelijk enthousiast zijn en dat je inderdaad merkt doordat ze bewogen hebben dat je daarna weer vrij snel in de klas verder kan gaan met iets anders. Ja, er is natuurlijk bewezen dat bewegend leren dat bevordert voor de hersenactiviteit en dat de prestaties daarvan omhoog gaan. Je kan hem best wel makkelijk gebruiken met je handen, met een bal en met een stick, eigenlijk met heel veel soorten dingen. Ja, omdat ik vind het gewoon zo leuk dat ik win. Ja, de X-Wall heeft veel functies. Het is natuurlijk bedoeld om te leren, maar het is ook vooral het bewegend leren, het spelend leren wat de kinderen motiveert. Ik zet de X-Wall in tijdens extra beweegmomenten, als ze even een momentje extra willen leren. Het kan ook gebruikt worden tijdens pauzes, als er slecht weer is buiten staat hij aan. De voordelen van de X-Wall zijn dat het makkelijk in gebruik is. Het is vernieuwend, het is leuk, het is leerzaam, dus perfect. Ben jij benieuwd wat de X-Wall voor jou kan betekenen? Vraag dan een online demonstratie aan.